gaat een hele simpele batterijtje in. En wat noemen een A2 batterij, die gaat hier dus in. Die stop je erin. Die doe je dus weer dicht. Even kijken, ja. Hier zit een knopje op. Die doe je dus aan. En wat er gebeurt is er een aantal dingen. Het apparaatje trilt, kun je dus ook horen. Het apparaatje trilt. Maar hieruit komt ook wat we noemen een infrarode straal uit. Die kun je niet zien. En een, wat we noemen een magnetisch veldje. En dit apparaat is ontwikkeld in China om acupunctuur naalden te vervangen. En het groot probleem met de naalden is dat men daar gewoon dezelfde naald bij verschillende patiënten vaak gebruikt, met alle gevolgen van dien. Dus men heeft een apparaatje bedacht dat in plaats van acupunctuur naalden gebruikt kan worden. In plaats van je vingers kun je dus nu met het apparaatje de punten activeren. En bijvoorbeeld nu het onzekerheidspunt. Begin aan één kant, ik accepteer mezelf en ik hou van mezelf met mijn onzekerheid. Haal diep adem in. Dan wissel je tot het allerdiepste niveau vanaf de allereerste keer. En ik kies ervoor om mijn onzekerheid nu los te laten. Adem in. En uit. Dan ga je weer terug. Ik kies er nu voor om in mijn kracht te blijven, me zeker te voelen in deze situatie. Adem in en uit. En dan ga je naar het volgende punt. Nu komt het frustratiepunt. Ik hou van mezelf en ik accepteer mezelf met mijn frustratie. Volgende, andere kant. Ik hou van mezelf en accepteer mezelf met mijn frustratie op het allerdiepste niveau en vanaf de allereerste keer. En zo ga je dus verder. Voordeel van de ACT-persoonlijk is ook dat je kan gebruiken voor pijnlijke punten en ook te ontspannen. Bijvoorbeeld, je hebt een pijn in je schouder. Je schouder is gevoelig of pijnlijk. Kun je gewoon daar je ACT-persoonlijk gebruiken. En al de punten die vervelend zijn, kun je gewoon licht indrukken. Het hoeft niet pijn te doen. Kun je die punt als het ware op die manier activeren, waardoor de heling veel sneller kan plaatsvinden. Je kan het ook gebruiken bijvoorbeeld voor maagproblemen, maagklachten. Kun je bijvoorbeeld hier het gebied van de maag mee gaan activeren. Dus iets dat je voor heel veel dingen kan gebruiken. Ik vind het ook prettig. Ik zit in de auto. Vaak heb ik last van mijn nek of wat dan ook, door spanningen, te veel achter de computer zitten. Kun je de punten in je nek waar het een beetje pijnlijk is, kun je gewoon op die manier dus activeren. Dus iedereen die gewoon een stapje verder wil, raad ik aan. Ook om zo'n ACT-persoonlijk aan te schaffen, kun je gewoon vinden op de website.